En de overgang is een fase waar iedere vrouw mee te maken krijgt. Of het op een natuurlijke of een onnatuurlijke manier is. En iedere vrouw beleeft die fase op haar manier. Mijn advies is eigenlijk aan alle vrouwen, zorg goed voor jezelf. Maar zorg ook dat je kennis hebt. Hè. Lees erover, praat erover met vriendinnen, maar praat er ook eventueel over met collega's. We zien ook heel veel problemen op de werkvloer ontstaan. Dat je met je leidinggevende aankaart, ik kan niet meer aan de slag. Hè, dus zorg dat je bedrijf overgangsproof wordt. Dat je kan omgaan met vrouwen in overgang. Hè. We hebben zwangerschapsverlof en straks moeten we ook overgangsproof zijn. En vrouwen die echt zeggen van ja, maar het lukt me niet alleen. Ja, ik ben verpleegkundige en samen met een heleboel collega's hebben wij een specifieke opleiding. En willen heel graag vrouwen helpen om juist weer die kennis te krijgen. Maar ook weer de goede richting op te gaan van wat kan ik zelf doen, op welke punten moet ik letten. En dat wordt ook vergoed door de zorgverzekeraars. Dus ik zal zeker vrouwen aanraden om verder te kijken en zichzelf hulp te gunnen. Want dat is ook nog een dingetje, wij vrouwen gunnen ons vaak geen hulp. En wij zijn ervoor. Dus. Heel vaak is het puzzelen, ook voor ons als overgangsconsulent, dus voor huisartsen, voor gynaecologen, maar voor de vrouw zelf helemaal. Is dit nu de overgang of is er iets anders? En je staat natuurlijk als vrouw in de overgang niet los van de maatschappij. Ik bedoel, als jij in een echtscheiding ligt of het is heel erg druk op je werk of je hebt vervelende pubers, heb je misschien wel heel veel stressbronnen die juist die overgang erger maken dan als die er niet zouden zijn. Dus heel vaak is het ook heel moeilijk om iets als overgangsklacht te bestempelen. Of zijn het de omstandigheden? Maar we weten wel dat de overgang is een fase in een leven waarin alles eigenlijk erger wordt en meer naar boven komt. Bijvoorbeeld trauma's uit het verleden worden echt weer herbeleefd. Dus het is ook, je lijf wordt eigenlijk door je hormonen een beetje in de steek gelaten, waardoor je gevoeliger wordt voor alle prikkels om je heen. En heel vaak wordt het niet herkend, absoluut niet. Door de vrouw zelf niet, door de huisarts niet, door de arboarts niet. En vrouwen modderen maar door soms. Dat is heel jammer. Als je bijvoorbeeld kijkt naar opvliegers, hoe kan je daarmee omgaan? Opvliegers komen niet uit de lucht gevallen, dat zeg ik ook altijd. Er zijn vaak triggers aan verbonden. En heel vervelend kennen we die vast allemaal wel. Dus dat toch dat glaasje alcohol na één glas de temperatuur omhoog gaat. Dat kan koffie zijn, dat kan cola zijn, dat kan koolzuur zijn in dranken. Maar het kan ook eigenlijk de grootste bron van opvliegers is natuurlijk stress. En het is ook echt, je thermoregulatiecentrum is van slag. Dus die opvliegers kunnen ook gewoon komen. En dat is het hele lastige. Soms doen vrouwen alles volgens de boekjes en blijven die opvliegers houden. Ja, dan moet er verder gekeken worden. Dat wordt een lastige. Een hele lastige. Want er gebeuren een aantal dingen hormonaal. Jouw lijf merkt dat je eierstokken met pensioen gaan en dat je vrouwelijk hormoon daalt. Dat maakt dat jouw lichaam gaat compenseren en dat doet hij door vet vast te houden. Dat vrouwen aankomen in de overgang, een beetje, is geaccepteerd. Is soms ook nodig, want wij vrouwen hebben een beetje vet nodig. Alleen ons lijf is in de oertijd gemaakt en toen kwam er af en toe nog een strenge winter. En dan verbranden we dat vet weer, dat gebeurt nu niet. Dus je moet beseffen als vrouw in de overgang dat je lichaam in de bewaarstand staat. Dus dat wat je erin stopt, dat moet je ook verbranden die dag en anders gaat het hier zitten. En waarom hier? Bij vrouwen worden iets mannelijker qua hormonen. En dat maakt dat we eerder die vetopslag op de buik gaan doen. Dus we gaan echt een beetje op mannetjes lijken wat dat betreft. En dat hoort erbij. Ja.